Tot verbijstering van heel Nederland dook in het regeerakkoord uit het niets ineens de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers op. Een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam, waar geen enkele Nederlander voor heeft gestemd op 15 maart en waar de Nederlandse economie niets tot zeer weinig mee opschiet. Het kabinet Rutte III verhoogt de zorgpremie met €300 per jaar en handhaaft het hoge eigen risico, waardoor tal van mensen geen adequate zorg meer kunnen betalen. Het kabinet Rutte III verhoogt de BTW met 50% van 6% naar 9%, waardoor de boodschappen duurder worden en MKB'ers in zwaar weer terechtkomen. Het kabinet Rutte III gaat de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen, plus de wet Hillen schrappen, waarmee het hebben van een hypotheek, maar ook het aflossen van een hypotheek dus duurder wordt. En het kabinet Rutte III verhoogt de belasting in box 2 van 25% naar 28,5%, zodat MKB'ers en ZZP'ers met een eigen BV nog meer moeten afdragen aan de staat. Allemaal lastenverzwaringen waar mensen heel duidelijk, heel concreet voor moeten betalen. Maar ondertussen vindt het kabinet Rutte III wel, zonder enige moeite, jaarlijks 1400 miljoen om weg te geven aan het buitenland. 1,4 miljard, 1400 miljoen per jaar. Steeds weer voert de VVD in verkiezingstijd campagne om de lasten te verlagen, om op te komen voor ondernemers, voor middeninkomens, voor hardwerkende, gewone Nederlanders. En al jaren worden de lasten onder VVD-bewind juist steeds weer structureel verhoogd. De enigen die voordeel trekken van het voorgenomen beleid, een klein aantal multinationals, waar opmerkelijk genoeg zeer veel VVD'ers of oud-VVD'ers prominente posities innemen. Een merkwaardige gang van zaken die ons grote zorgen baart, die ons niet overtuigt, waar wij niet in kunnen meegaan. Wat moet er wel gebeuren? Bedrijven vestigen zich in landen waar dynamiek is, waar goed opgeleide werknemers willen wonen en werken. Een land waar werken en ondernemen loont. Een land waar goede infrastructuur is en waar snelle data- en internetnetwerken bestaan. Daar moet Nederland dus in investeren en daar worden Nederlanders zelf ook nog eens allemaal beter van. Het FVD-belastingplan is eerlijker, stelt de belangen van de Nederlandse bevolking centraal en brengt de dynamiek terug in de Nederlandse samenleving. 1. De dividendbelasting blijft waar hij nu is, namelijk op 15%. 2. De 1,4 miljard gebruiken we om het box 2-tarief voor MKB'ers te verlagen naar 15% in plaats van het te verhogen van 25 naar 28,5% zoals Rutte wil. En 3. De MKB-vrijstelling voor IB-ondernemers wordt verhoogd naar eveneens 15%. 3 keer 15%. Daarnaast voeren we stapsgewijs een belastingvrije voet in van €20.000 voor alle werkende Nederlanders. Een soort basisinkomen, maar je moet er wel voor werken. Het staat allemaal in ons verkiezingsprogramma. Het is vrijelijk te raadplegen op onze website. Als wij vanmiddag geen wijziging van het voorgenomen plan vernemen, zullen wij de motie van afkeuring van de heer Wilders dan ook steunen. Dank u wel. Ik schors de vergadering tot 6:30 en dan gaan we met de eerste termijn van de zijde van de minister-president.